Een unieke locatie in combinatie met een bijzonder mooi concept. Het is een succesformule van de zomer van Antwerpen. Het Stadspark was gisteravond het toneel voor een film in Charlie Chaplin-stijl. Theatercollectief Skagen maakte live een stomme film. Hector Mann en de Fizipop Limonadefabriek. Hector Mann is een arme schooier die een blind meisje tegenkomt. Zij gelooft dat hij rijk is en hij gaat daarin mee. En dan komen de problemen natuurlijk. Wat Skagen technisch tot een goed einde brengt is bijzonder knap, want er wordt met heel wat special effects gewerkt. Voor de acteurs was het vooral moeilijk spelen zonder tekst. Daar hebben we in het begin wel even mee geworsteld, omdat wij echt gewoon zijn om tekst te hebben. We hebben heel lang met de gedachte gespeeld van een uitgebreide voice-over te doen, die eigenlijk de hele tijd beide beelden vertelt. Maar dan hadden we zoiets van, laten we ons eens echt proberen om het alleen met beelden te doen. Echt zoals een stomme film vroeger. En dat is een fijne beslissing geweest, omdat we echt iets hebben gedaan wat we nog nooit hebben gedaan. De voorstelling krijgt niets dan lovende reacties. Fantastisch. Ik heb ervan genoten en het is een inspiratie om weer alle Chaplin films te zien. Ik vond het enorm moeilijk voor de acteurs. En chapeau. Geweldig. Dat wij dat mogen meemaken in Antwerpen. Wauw. Iets anders dan anders. Gewoon om te lachen. Toch een tragisch verhaal, maar om te lachen en om u te amuseren. En ook prachtig gebracht. Hè. Ik vind het altijd mooi om te zien bij Skagen dat ze vanuit een idee toch tot zoiets kunnen komen. Ik heb heel erg gelachen. Ik vond het wel een leuke combinatie om zo dat Charlie Chaplin-achtige te combineren dan dat je dat live zag. Ik vond het eigenlijk een heel toffe voorstelling. Ik heb ervan genoten. Hector Mann en de Fizipop Limonadefabriek speelt nog tot 24 juli elke avond buiten maandagavond in het Stadspark. Daarna verhuizen ze naar het Boulardpark in Borgerhout. De voorstellingen zijn gratis en reserveren is niet nodig.